doodgewone mondag. Welkom in mijn wereld. Ik heet Rokna. Eigenlijk is er nog een andere wilde wereld, maar dat komt later. Hier worden mijn hersens getraind. Mijn school. Maar het is cool dankzij mijn vrienden zoals Mondo. Zingo! Nu is mijn aardrijkset compleet. Ik heb ze allemaal. Mondo? Huh? Kun je die kaarten niet even wegleggen? Maar Rokna, zeg nou zelf. Jij bent toch ook veel liever in Mon World? Ik zeg het anders. Heb je zin om een milkshake te drinken? Je bent zo kinderachtig. Dat is vast een man iets. Je lijkt mijn pa wel. Die praat alleen maar over Mon World. Huh? Dat meen je niet. Ja, en hij doet of hij volwassen is. Hoewel, hij is wel een briljant geleerde. Hij leert mij al natuurkunde sinds ik kan boeren. Mondo? Rokna, niet omdat ik huiswerk heb, maar jij bent knap. Echt waar, Mondo? Jongens, en hebben jullie een fijn weekend gehad? Of zullen we het voortaan noemen je weet wel weekend? Vandaag bestuderen we de toneelschrijver Arthur... Daar waar die rook vandaan komt, daar ligt Paps laboratorium. Sneller heen. Schiet op. Oh nee, Pap. Professor, waar bent u? Huh? Het is gelukt. Tada! Is er iets kapot? Wat is er? Ik, professor Hiraki, heb ontdekt hoe mensen Monworld kunnen bereiken. Dat is onmogelijk. Je mag me uitlachen of me spotten. Maar het is me echt gelukt! Zijn hoofd is vastgeraakt! Zijn hoofd is geschud! U bent volwassen, maar u moet kalmeren! Waarom? We hebben het hier niet over medailles, maar over de Nobelprijs! Huh? Ik ontdekte een dimensiepoort naar Monworld! Hier, kijk maar! Zien jullie niet de mogelijkheden voor die monsters op aarde? Als actiepop? U haalt die monsters naar de aarde? Met hun kracht zijn die monsters een geschenk voor de mensheid. En voor mijzelf. Ik voel me bevoorrecht dat ik heb kunnen helpen. Een door mij ontworpen satelliet nadert nu Monworld om monsters te kiezen die op aarde van pas kunnen komen. Het is veilig erheen te reizen, maar hoe zou je vragen? Zo! Oh. Hoe kwam u aan het geld om dit te bouwen? Zegeltjes plakken en op koopjes jagen. Ik moest hem zelf verven, dat kostte me een paar weken. Maar hij is mooi, hè? Je zei dat je ging bowlen. Weet je wat? Hou je vast. We vliegen vandaag nog naar Monworld. Zijn hij vandaag? Eindelijk heeft mijn tijdreizen mij in de 21ste eeuw gebracht. Een eeuw van tv-shows waarin ik, Prins Excentro, een wereld zal kunnen veroveren die modern genoeg is om mij goed te dienen. En dan zal het kwaad voor eeuwig heersen. Ja! In het kwaad ben jij de grootste, chef. Bij jou vergeleken is de grootste duivel een schatje. Ja! Huh? Jullie hebben nu wel genoeg over mij gepraat. Nu is het mijn beurt. Je klinkt als een walnoot. Het wordt tijd om ons plan om de wereld te veroveren uit te voeren. Badge, Hoeko, kijk. We beginnen. Wij presenteren ons Monworld speciale spion in de hemeloog. Bon voyage. Zo, hiermee worden professor Hiraki's pogingen de aarde te helpen verpulverd als een grapefruit. Krijgen we nou? Hé, dat is vreemd. Hey, baas, dat lijkt wel New Jersey. Misschien heeft een meteoriet uw satelliet geraakt, professor. Hallo, ik heb toch zeker geen theekopje gebouwd? Hij kan echt wel tegen een stootje. Onze spion in de hemel is echt op iets gestuurd, zeg maar. Wat heerlijk, toch, als het ware kwaad wind. Mijn tante heeft me als kind gemeen gemaakt door me te kleine schoenen te geven. Is dit een terugval? Echt niet, Rokna. Hou je mondo, Mondo. Want nu is er niets dat ons nog tegen kan houden. Ja, lanceren maar. Wat een kans voor het kwaad ligt er op Monworld. Die laten we niet lopen, zeker niet. Kom, we gaan. Met de monsters van Monworld hier op aarde kan ik alles doen. Ze komen van pas. Ze dwingen de aardlingen voor mij te kruipen. En ik heers over de aarde. Ja, ik ben gek op barbecue. Heb jij soms houtskool in je kop?
Helaas moeten wij op onze hoede zijn voor hen die de kracht van Monworld en zijn schepsels willen gebruiken voor hun eigen kwade plannen. Daarom heb ik besloten dat jullie twee de Moncolly Knight hoeders van rechtvaardigheid en recht worden. En tegenaan! We zullen slagen! Een enorme sprong voor de Monnik! Ja! De lancering van mijn interdimensionaal vervoersmiddel, de Utopian Eagle. Welkom op Monworld Airline. Plaats uw tafeltje en stoel rechtop voor we opstijgen. Oké, Monworld, we komen! Maak je klaar voor de landing. Yahoo! Eindelijk na al die jaren is het gelukt. Welke onderscheiding krijg ik als mijn collega's dit horen? Laat ik meteen maar aan mijn speech beginnen. Collega-leden van de Academie voor Wetenschap... Neem me niet kwalijk. Waar dienen deze rare kleren voor? Ze zien er niet uit. Wat jullie aan hebben is van geen enkel belang. Wat wel van belang is, is vechten tegen onrecht. We houden ze wel aan. Nou, oké. Ze helpen wel tegen de hitte. Hoe komt het hier zo warm? Het staat hier in de fik, hè? Dit land wordt geleid door vuur. In andere delen van Monworld vind je elementen als water of wind. Maar hier niet. Zo, het lijkt hier wel een woestijn. Ja. Tijd voor het zwaardere geschut. Maar dat is een blikken kip. Dit is geen kip, Mondo, maar mijn uitvinding, een Monworld supercomputer. Toch lijkt het net een blikken kip. Nee, fout! Het is titanium. Het is een Monworld monsterverklikker. Handig als er met ons gevogeld wordt. Het helpt ons ook de 6 monsterdingen te vinden die nodig zijn om de poort te openen en onze 2 werelden te verenigen. Eens kijken of er hier ook monsters in de buurt zijn. Huh? Hey, Mondo, kijk daar eens. Laten we ze gaan bekijken. Goed. Hey, wees voorzichtig. Ach, het maakt niet uit in welke wereld ze zijn. Het blijven kinderen. Huh? Volgens mijn computer is er vlakbij een ruimteschip geland. Nee maar, als dat Hiraki de hacker niet is. Excentro! Jullie zijn hier vreemd, hè? Dat zie ik aan de rare kleren die jullie aan hebben. Bedankt voor het compliment. Welkom. Wij oogsten deze takken uit het brandende bos en gebruiken ze voor licht en warmte. Alleen een tovervuur kan zo blijven branden. Echt wel? Dank u voor uw uitleg, meneer. Nee, maar jullie daar. Jullie hebben speciale krachten. Oh ja? Wie ben jij? Ik ben Lodo, een waarzegger. Ik kan jullie toekomst voorspellen. Rokna, jij bent een zeldzaam talent. Oh ja? Jij kan middels je geest praten met schepsels. Oh. Zonder één woord kun jij praten met de monsters van Monworld. Oh, met de monsters? Ze zijn niet zo erg als je ze kent. Jouw geesteskracht is erg groot, Rokna. Als jij en Mondo samenwerken, dan zijn jullie onoverwinnelijk. Huh? Als jullie in de problemen zitten, zeg dan met ons zal het lukken. Begrepen? Met ons zal het lukken. Alles lukt jullie als je samenwerkt. Herhaal de zin nog eens. Met ons zal het lukken. Rokna! Huh? Oh, dat is pap. Bedankt voor je hulp, Lodo. Denk nog eens na over die kleren. Nou ja, zeg. Dus zo behandel je een collega geleerde, terwijl we nog op verschillende scholen hebben gezeten. En dat kwam door jou. Jij klikte dat ik afkeek. Ik had gelijk. Nee. Nou goed, ik was een slechte leerling die afkeek waar je maar kon, tot ik door de mand viel. Waarom heb je me verklikt? Ik moest je toch laten inzien dat je op het verkeerde pad me gaf. Ooit een goeie het van dichtbij gezien? Welke van hen is goed? Hou maar op, Hiraki, want de school voor rauwe bonen is nu aan zet. Excentro maakt jou aas voor de monsters. Excentro, wat ben jij van plan?
Ik ga de monsters en die 6 monsterdingen vinden en de beide werelden veroveren in de naam van het kwaad. Schrijf dat maar op je buik. Huh? Van alleen al de gedachte dat jij je klauw in die arme monsters zet, krijg ik gele tanden. Vergeet het maar. Schrijf ze. Ha! Wij beschermen de monsters tegen al het kwaad. En bewaren de vrede in Monworld. En wij heten de Monkolinas. Hun kleding kan beter. Maar dat dansje van hen is fantastisch. Pak aan jij! Oh! Ik heb je, prof! Huh? Hey! Ik grijp jullie, Monkoly Knights! Niemand die mij voor schut zet, komt er ongestraft mee weg! We zijn er net mee weggekomen! Oh, jij! Als ik deze wereld veroverd heb, dan hang ik jullie allemaal te drogen! Breng Teddy or not! Hier is ie! Eens kijken wie hier de baas is. Ga, Teddy or not! Wow, dat is een chimera! Kom, maak zijn optreden wat gemener, Schizobeam! Oké! Stap in de Flying Lion, dan bekijken we onze triomf van bovenaf. Oké, Triple Header, ga je gang! Wow, wat cool van zo dichtbij! Liggen! Je bent nu veel te dichtbij! Weg hier! Ik heb het! Mondo, zorg dat het schrikbeeld jou volgt. Dan heb ik even tijd om een beter ontsnappingsplan te bedenken. Goed idee. Hey! Wow! Dit is niet best! Helemaal niet best! Tiputer, zoek een monster om ons te helpen! Dat is een squirtfish! Een graadmagere squirtfish? Oh, maar nou ja, beter een monstertje dan geen. Yes, squirtfish! We moeten het ermee doen, Pam. We moeten heel gauw iets doen. Oh, squirtfish, help ons. Kijk, dat noem ik nou een vis. Knap werk. Herinner je je wat Lodo zei? Als we samenwerken, dan kan het ons helpen. Proberen. Met ons zal het lukken! Ja! Oké! Zag je dat? Hey, we zitten in de squirtfish, dus kom, aan de slag! Geweldig! Het recht wint! Het is gelukt! Monkoly Knights! Zo, dat was cool zeg, binnen in een echt Monworld monster. Jullie waren geweldig en kijk! Wow, die kaart heb ik eerder gezien. Oh, prachtig. Dat is vast een echte Ruby Ring. Klopt, dit is een vuurmonsterding. Die Chimera verloor het in de strijd. We vliegen nu met de Utopian Eagle naar het Rijk beheerd door water. Dit gebied heet het Scherphoogplateau. We zouden hier iets moeten vinden. Het is hier wel mistig. Dit gebied is berucht om zijn dikke eeuwige mist. Nou, dat klopt dus. We moeten uitkijken dat we elkaar niet kwijtraken. Huh? Mondo? Mondo, waar ben je heen? Blijven praten. Mondo! Holo! Erg grappig, Mondo. Huh? Ik hoor je wel. Sorry hoor, ik botste niet expres tegen je op, Rokna. Kom op, ga nou niet stommetje spelen. Huh? Hoe heet jij? Ze noemen me... Mijn naam is Lele. Hallo, Lele. Ik ben Mondo, je nieuwe aardvriend. Oh,
heb je mijn Zichi gezien? Ik had het bij me, maar ik ben me kwijtgeraakt in de mist. Zichi kwijt? Het was een klein Zichi-jong. Ik ben op weg naar oma. Ik wou het haar voor de verjaardag geven. Zichi's zijn kleine monsters, bedekt met een ster. En ze schijnen geluk te brengen aan hun baasjes. Zou een Zichi een monsterding hebben? Kom op, hé. We zullen helpen je Zichi te vinden, Lele. Haal diep adem en bedenk waar je hem het laatst gezien hebt. Dit is fijn, hoor. Hoe kunnen we in deze woestenij nou ooit die bleke cavia vinden? We hebben 2 kansen, nul en nada. Oh! Wow, Teddy or Nat, je bent een geweldige monsterzoekmachine. Er moet een Zichi in de buurt zijn. Waar is het? Ja, wat een schatje. Oh, goed gedaan. Geef maar hier. Dit is zo'n droppie. Mag ik hem houden? Zichi's zijn zo leuk. Geef hem hier! Natbal. Niet te geloven dat ik nu achter een hersenloze luieraar moet jagen. Heb je het nu over Gloeko of over de Zichi? Braaf, mijn Zichi. Ik geloof dat je inderdaad geen monsterding hebt. Nou ja. Die vagebonden weg! Dat zou ik niet doen, Excentro! En waarom niet? Zin in een horengevecht met de Bisonator? We moeten zijn gedrag veranderen met mijn schizobeam! Geef ons een monster! Hier. Momentje, we hebben zo beter zicht op het bloedbad. Zo, de slachting kan beginnen. En pa, heb je al iets? Kom op, blikken kip! Cool, dat is de Fog Dragon. Nu maken we een kans. Ja! Door die draak begrijp ik waar die mist vandaan komt. We moeten met de Fog Dragon praten om Excentro tegen te houden. Oh, help ons alsjeblieft, draak van de mist, alsjeblieft. Met ons zal het lukken. Hup, hup, ja. Ja, het werkt. En daar gaat ie! Oké! Nog 1 lel en hij is er geweest. Oh nee! Pak hem dan! Stop! Nee! Maar we moeten nu gaan. Ik wou dat je met ons mee kon. Tot ziens, hè? Tot ziens, Lele. Zichi. Oh, je kan Lele niet verlaten en met ons naar de aarde gaan. Weet je, als ik Lele was, zou mijn hart breken als je wegging. Volgens mij zegt Zichi Lele nu vaarwel. Nou, ze mag met je mee, Rokna. Mijn hart breekt niet. Huh? Ze wordt vast gelukkig bij jou. Weet je het zeker? Aha. Dank je, Lele. Ik vind Lovestar een mooie naam voor een Zichi. Nu heb je een Monworld monsterhuisdier. Ja, nooit gedacht dat een monster zo lief was. Jullie twee waren fantastisch. Daar hou je vast. Dit vergeet ik nooit. Als verdedigers van het recht is dit pas het begin van onze avonturen. Ruim baan voor... Come on, Golly Lights!
Foxkit, 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 Foxkit.